Wat hij zeker mag zeggen van onze volgende gast is dat hij in zijn middle name passie heeft staan met de grote P. Ik geef u Florian Hendricks, hij is Chief Growth Officer. Wat dat is en wat dat inhoudt, dat gaan we leren in het gesprek van RoboVision. een van de toonaangevende AI spelers in België in de industrie. Klinkt allemaal heel ingewikkeld en soms misschien wel sommigen extreem saai. Ik kan je verzekeren dat dit gesprek allesbehalve saai is en dat er voor iedereen wat wils is om te leren. Geniet van Florian. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Maar gaan we gaan beginnen met, 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 met een heel basisvraag. En ik ken het antwoord al een beetje. Uh, uh, je um, Robovision, eh, uh, een enorme, ja, belangrijke AI-speler in, uh, in, in, in onder andere industrie, uh -huh. de hense trotzak maar zeggen. Um, ja, en jij bent daar Chief Growth Officer of Chief Growth Officer. Ja. Eh? Growth, growth. Growth. Excuseer. Uh -huh. Nu, um, ja, ik weet wel wat het al inhoudt, uh -huh. um, maar ik, ja, moet ik me dat dan voorstellen? Dat dat dan eigenlijk een iets hippere, bredere term is dan een marketing? Uh, well, dus, Voor mij is je uh, echt wel een marketeer met heel veel commerciële skills. Of zelfs een, 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 een halve sales, die, die marketing. En dat vind ik trouwens een enorm extreem pluspunt. Ja, ja, dus de, de manier waarop die rol ontstaan is, is eigenlijk eerder bij big corporates. En uh, nu is het een heel populaire rol geworden bij start-ups, scale-ups, die, die natuurlijk. Erkennen dat snelle groei in essentie is, uh, zeker als je venture, venture capital ophaalt. Um, en de originele insteek van die rol was dat eigenlijk bedrijven vaak veel te um, hard georganiseerd zijn in, uh, in silo's. Ja, hè. Sales, en maar. dat je tot een, tot een holistische strategie moet komen om, om succesvol te zijn, uh, zeker in uh, een wereld die je heel snel beweegt. En heb je dat dan uh, zelf geïnitieerd bij de RoboVision om die growth uh, te ah, wel, dus ik ben, ik ben uh, Jonathan uh, heeft mij gecontacteerd, uh, Jonathan Bertha, de oprichter, toen, we, uh, toen ik nog bij Delivery werkte. Mm -hmm. En uh, hij, was, uh, hij was benieuwd of, uh, of ik geïnteresseerd was om bij hem te komen werken. Er was geen definitie van de rol. Uh, we hebben er dan samen over gesproken van ja, wie heb je al, uh, wat is je visie, uh, wat zijn mijn kwaliteiten. En eigenlijk ja, ja, zelf uh, die rol wat uitgeschreven. Want uiteindelijk, in elk bedrijf is de chief growth officer iets anders qua insteek. Hè? Uh, nu, klopt wel dat vak Vanuit een, een strategieprofiel komt, de strategy consultants van, van de wereld, de McKinsey's en zo. Of vanuit een marketingperspectief. Waarom? Omdat um, centraal om een holistische strategie te hebben, is gewoon wat is ons verhaal eigenlijk? En hoe brengen we dat naar allemaal verschillende stakeholders? Of dat dan uw klanten zijn, investeerders zijn, uw eigen werknemers, etc. De enige manier dat je iedereen overtuigd krijgt, van dit. Is de strategie die we moeten volgen om het meest succesvol te zijn om te groeien, is dat iedereen erin gelooft. Alles begint met erin te geloven en elke nacht passie te hebben. Dat is toch een why? Ja, het is echt de why uh, een beetje monitoren, ook dag dagelijks en, en uitbreiden wanneer dat nodig is. En de bottlenecks om die groei. Uh, te blijven volhouden, te voorspellen eigenlijk, uh, nog voordat ze gebeuren, en, en weg te nemen. Hè. De, uh, de, de, de grote bottleneck in, in, uh, in een uh, scale -up, het zijn er altijd één van de drie. Ofwel is het uh, dat je geld nodig hebt, ofwel is het dat je weer klanten uh, moet vinden, ofwel is het dat je mensen nodig hebt. Het is altijd één van de drie. Uh, en ik uh, denk, dat, denk dat, um, ja, dat, dat ik daar continu mee bezig ben, en mijn shift, mijn focus shift, basically. Nu zijn wij toevallig bezig met geld op te halen, dat hopelijk tegen de aflevering live al rond is. Maar ja, als er geld is, dan moeten we daar weer minder mee bezig zijn, je moet daar we wel nurturing natuurlijk, maar dan, dan wou ik mij me weer meer bezig met de commerciële strategie uh, ...en, en met mensen vooral. Hè. Dus uh, mensen coachen, mensen vinden om aan te nemen... Uh, ...en feedback geven in de organisatie. Hè. Dus uh, we hebben heel veel andere C-levels uiteraard... ...die hebben ook challenges uh, en die willen ook kunnen sparen met iemand... ...om te zeggen van, ja, wat is hier de oplossing? Hè. Want uh, je kunt, kun jij ineens naar niveau 2 gaan of naar niveau 3 gaan in een oplossing... Uh, maar je moet ook eerst wandelen, <laughs> en, dan, hè, en dan joggen, en dan lopen, en heel, veel, um, ja, heel vaak is, is een oplossing te zwaar voor het moment dat je op zit. Als bedrijf, ja, want hè. hetgene die RoboVision levert aan de wereld, dat is allee, een heel complexe oplossing. Dat is, allee, um, dat is, dat is letterlijk een industrie, ja, machinepark gaan veranderen, dat is dat processen gaan veranderen, dat is software dat is, dat is ja, ook, ook de doelgroep waar we je de verkoop. Ik spreek uh -huh. over industrie, maar ik kan dat ook naar, naar farming of wat noem je dat, naar, naar landbouw eigenlijk gaan doortrekken. Um, dat lijkt me echt wel best challenging uh -huh. in, in termen van welke message dat je gaat, brengen, je verkopers daarin trainen, Hans um, dat salesproces. Want ja, jullie verkopen niet letterlijk een productje van 10 euro per nee. maand, de SaaS, dat je, zo, dat je zo wegzet, want alleen. Ja, Jullie zijn volledig het omgekeerde. Je zit met sales cycles, als ik me nog herinner van ons gesprek in Amsterdam, van twee jaar soms. Ja, uh, inderdaad. Uh, de, het, het draait eigenlijk ook veel minder om uh, leads door een pipeline te duwen. En veel meer rond: oké, okay, dit zijn eigenlijk de ideale accounts voor ons. Uh, laten we zorgen dat die ons kennen. Laten we zorgen dat we die nurturen. En op het moment dat die effectief in een buying cycle komen, dat we top of mind zijn om dat ze naar ons zouden komen. Dat vind ik interessant. Dus hij vertakt inderdaad mijn awareness. Eh, dus dan vooral een marketing ding onder andere. Mm -hmm. Combineert men een stuk personal branding van de sales, wat we gebied. bieden, en andere mensen, waar we bied op bieden dieper gaan op in gaan. Maar de buying cycle... Eh, Voor mij is het heel simpel als de... Um, en de realiteit is veel grijzer, of course. Mm -hmm. is dat, um, er zijn maar twee soorten producten of diensten... De need-to-haves en de nice-to-haves. De need to have is heel simpel. Ik heb een bepaald probleem. Ja, ik heb nu iets nodig en dan ga ik dat effectief van kopen. En al de rest ben je te vroeg of te laat. Mm -hmm. Nu... Ja, hoe, hoe neemt dan die, jou, jou, jouw klanten, jouw prospecten, en dan kunnen er beslissen... Ik kan me inbeelden dat... Is dat op een C-level, dat ze vanuit een bepaalde bril van innovatie... Of is dat een bril van differentiatie, dat ze zeggen van... Ja, we willen aan de ene kant ons marges gaan optimaliseren, of meer omzet gaan draaien... Of, ons, ja, of een nieuwe onderscheidende speler zijn naar ons klanten toe... Hoe hoe, hoe werd dat, ja, dat, dat, dat proces eigenlijk want dat is niet zo van ah man ik heb wat video's maar dit is de pijn en oh ja kan die pijn ben nu bewust dat kon bekwaam jo, um, zijn. Jonathan of uh, Florian geef me een keer een kartje kilo RoboVision en uh, zo werkt het niet hè? Zou, zou toch zijn zo dat werkt het niet wel nee ik denk ja de, de realiteit dat wij mee werken is ons platform is een computervisie right dus de, als je computervisie nodig hebt om te bouwen wat je wilt bouwen dan uh, is ze de, de mogelijkste koper van ons platform, right? Nu uh, dat business objective van al onze klanten is totaal anders. De ene is uh, wil uh, een, een machine bouwen dat tomaten plukt. Uh, waarom wilt je dat bouwen? Omdat je weet dat er een markt voor is, uh, dat dat veel, als dat zou werken, uh, en dan brengt dat op de markt. Ja, dan had dat... I ja, iedereen gaat dat willen. Right? want uh, dat, dat is veel goedkoper dan met hem te doen. Momenteel kan hij dat niet. Dus dat is echt puur een, een innovatie. Right? En uh, als, als, als beslissingsnemer daar witte dat je eigenlijk een enorm budget in iets ontsteken zij, wat geen 100% kans heeft op slagen. Dus dat betekent eigenlijk dat die persoon, hem of haar eigenlijk zijn of haar hoofd op mm -hmm. de kaplok legt. Want dat kan fantastisch uitruinen en dan he or she is the star. Ja. Oftewel is dat de, ja, patat wrong decision, een serieus wat beslissing. Ja, en langs onze kant is het, is het ook zo dat wij een assessment doen van zo'n partij. Hè? van, van geloven wij er wel in dat je er succes van gaat zijn? Want uiteindelijk, wij leveren een stukje een component in je in oplossing. Maar jij moet nog altijd wel dat machine bouwen, uh, locaties opzetten waar je dat in gaat steken, dat leveren aan je klant, dat servicen, enzovoort, enzovoort. Ja, want jullie, oh. ja, jullie hebben volledige controle over, over, heel das, over heel die cycle, over heel die equipment. Dus SC, ben je maar een onderdeel ja. van, kan je het zelfs niet garanderen dat die... Succes Wij kunnen alleen maar uh, een soort isolaaf spreken met je klant, van oké, okay, uh, dat ding moet, moet uh, 98% van de tomaten herkennen, uh, dat, dat zie je uh, via zijn camera's, uh, hey, dat moet, moet 24 7 werken natuurlijk, he. mag geen je, morgen je, je een bug zien, zitten, enzovoort enzovoort. Uh, maar ja, uiteindelijk de totale oplossing, we moeten wel vertrouwen hebben dat die persoon erin gaat slagen om dat op de markt te brengen. He. Uh, want ja, die moet ook zijn marketing doen voor dat product, moet ook zijn sales bouwen, et cetera. Dus ja, voor dat soort innovaties proberen we vooral met established spelers te werken, die ja, soms al 100 jaar machines aan het bouwen zijn. Uh, ik denk de Industriële Revolutie is ondertussen al uh, 200 jaar geleden. En je partijen die effectief opgericht zijn, waar wij mee praten, in 1875 en zo, ja. en die natuurlijk. Gewoon zijn van RD cycles te hebben. Hè, van wat gaan, we, wat gaan we bekijken? Wat zit er in de near term kenner? Uh, gebaseerd vooral op wat de kenner vanuit de hardware kent, en wat kenner vanuit wat we weten, of vanuit de software uh, AI kent. Uh, nu, er is nog een groot verschil. Dus we weten dat het kan, omdat je er eens een prototype gebouwd hebt, of omdat je wat papers gelezen of dergelijks. En effectieve producten op de markt brengen. Hè. En daar proberen wij eigenlijk. Uh, in die beslissing, waar we hebben beslist van oké, okay, we gaan dat maken, uh, proberen wij te zorgen dat we op de radar staan. Want onze software zorgt ervoor dat je een heel betrouwbare component hebt. Voor eigenlijk een van de moeilijkste stukken van je product. Hè. De, het computervisie stuk is uh, ja, een heel belangrijk stuk. Hè. Zonder dat stuk kun je het vaak niet doen in, in alle machines die op de markt zijn, maar RoboVision in. En tegelijk uh, een moeilijk stuk om betrouwbaar te krijgen. Want eigenlijk, AI is, is eigenlijk een, een technologie die ja, uh, non-deterministisch is. Hè. Dus het is niet uh, dat er gewoon code geschreven is van als dit dan dat. Uh, maar eerder, ja, je hebt heel veel voorbeelden verzameld en die voorbeelden, je hebt er uh, patronen in geleerd. Uh, maar ja, als jij eens een situatie tegenkomt die heel veel effect van ja, wat je gebruikt hebt om die AI te trainen, ja, dan gaat die niet weten wat er aan het gebeuren is. Hè. Want uh, uiteindelijk AI is niet zo slim als mensen denken. Hè. Uh, dit is, het is heel hard op examples getraind. Uh, het is niet dat dat aan het deduceren is uh, of logica aan het gebruiken is, gelijk dat wij mensen denken. Zijn we dat aan het, huh? het overhuipen? Of is dat dan. Um, wow. Ik denk dat we aan het leren zijn over onszelf hoe intelligentie effectief werkt. We zijn heel veel aan het leren in de praktijk en aan het leren dat we overschatten hoe ingewikkeld het was bijvoorbeeld om een tekst te schrijven. Hè. Uh, of, 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 om, of een uh, schilderij te maken. Uh, eens dat je genoeg voorbeelden hebt van dingen, kun je eigenlijk uh, heel plausibele dingen genereren hè, die, die de tests uh, eigenlijk doorstaan. Van is dit een goede tekst, is dit een mooi schilderij, et cetera. Uh, terwijl we ervoor aan het denken waren dat er eigenlijk iets... Ja, iets van creativiteit nodig hebt, uh, zit het meer uh, in, in ja, de creativiteit of de, de essentie van wat zijn mensen nu uh, uniek in, is bedenken wat dat je wilt doen. Want in AI doe je eigenlijk niks zonder dat je er tegen praat. Het is niet dat je op zichzelf dingen gaat beginnen doen. Hè. Uh, dus volgens mij om we veel efficiënter worden wel. En, en daar zie ik wel effectief gevaren ook voor de wereld. Hè, van, oh, als als je ineens alleen uh, zoveel tooling hebt dat je bijna een film in de, in de cinema zou kunnen <laughs> maken, hey, let's say binnen vijf of jaar of zo, denk ik wel dat dat echt realistisch is. Dat iemand gewoon in zijn kelder met goede tools tot een cinema-level film kan komen, die mensen echt goed vinden en, en mensen van een cinema gaan. Maar ja, dat is wel... Ik weet niet hoeveel mensen dat er te, momenteel uh, typisch meewerken aan, aan een film, maar als ik naar de aftiteling aan het zien, zijn, uh, ja, ik ben meestal lang buiten voordat ze gedaan is. Ja, dat is wel een enorme productiviteitsimpact die wel gevolgen gaat hebben in de wereld. Dat Dat soort voorbeelden, dat vind ik eigenlijk nog niet zo heel erg. Wat ik ergens zou vinden, is dat er films gemaakt worden met jou en mijn hoofd in, ja. waarbij dat we dingen vertellen. Die, die, uh, ja, dus al die fake uh, ja. fake AI uh, stuff is, is heel gevaarlijk dus de, dat zijn de echte problemen natuurlijk he. de de werkloosheidsproblemen de, de... Enzo. enzovoort zouden kunnen oplossen met sociale measures enzo, de, die, die, die ik hoop dat er komen want ik denk dat ze wel nodig zijn uh, maar de, ja, die, die fake AI stuff enzo, daar is eigenlijk enkel hopelijk een technische oplossing voor maar momenteel ...moet iedereen toegeven dat die... ...dat er niet echt... ...er zijn denkpistes, maar er is geen clear... ...solution voor. Uh, hey, ik denk dat dat... Uh, ...en dat is... Ja, ...angstaanjagend. Want, ja, jij hebt 250 episodes... ...in jouw podcast, en dat dat al genoeg is om... Gewoon podcast genereren in je, in, je, in je stem, die jij nooit hebt opgenomen. Uh, is die, die, zo die, 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 die bestaan in Raccoons is er effectief een podcast gegenereerd van de basis van een audio naar een tekst met twee, met twee stemmen. En er is niks echt aan in een podcast. Hoor je dat? Ja, je hoort dat dat niet. Sorry, je voelt dat dat niet echt is. Hé? Maar voor de rest is dat heel redelijk legit. En ik voorspel wel dat dat. ...dicht gaat komen, gaat dat 100% hetzelfde zijn? Ik, ik, voor, voor, mij, voor mij is die analogie echt naar de muzikantenwereld. Nee. Ik bedoel, Jimi Hendrix... ...hij was ooit een bekende gitarist. Die gasten speelden echt op hele luide versterkers. En um, dat is heel cool. Dat ziet er heel cool uit. Uh, maar er is een, dat is een heel speciaal gevoel... ...om, om die energie van, 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 van dat geluid te voelen... Ja, reizen in, in, in de lucht en naar voren staan dan letterlijk je, je broekspijpen wapperen. Dat is mm -hmm. echt een gekend fenomeen. En dan is dat, 20 jaar geleden, is dat heel de digitale revolutie gestart. En dat is heel close dat ze dat namaken. Maar echt heel close. Want de viel is er niet. Nee. Iedere keer als ik opnieuw weer zo'n spel opendraai en ik sta ervoor, dan is dat zo. Ja, ik voel me weer 18 en dat is echt zo. Die een oerdrift, die een prima. Maar die, die digitale ding. Die, die, ook, hoe goed dat ze ook zijn, dat is dat, niet hetzelfde. Maar ik gebruik het wel, omdat het makkelijk is. Hè. Als ik in Antwerpen of in Gent moet gaan spelen op, op, een, op een een of ander festival, en er moet heel snel geswitcht worden, ja, met een rugzak, twee gitaren, en ik ben weg. En voor mij is dat good enough. Mm -hmm. En het is ook aangenamer voor mijn omgeving, voor de mensen die moeten mixen, en de medemuzikanten, dat ze zoiets hebben van, hey, MP, want ik ben after all de gitaarplayer. En... Um, dat dat, 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 dat dat volume beheersbaar is Want vroeger was dat ja, niet ja. beheersbaar maar wat dan te zeggen dat dat nu um, het, het, en vandaar, bij, je noemt dat woord creativiteit ik denk dat dat ja ik weet het niet ja, kijk wij waren in de world ai summit in amsterdam het was dat v volk nee ja. moest dat dan al zo spectaculair zijn doet dan iets digitaals en ik kan gewoon het voel dat er een deel van allee, dat dat we toch een deel van de mensen allee, een deel veel echt snakken naar dat 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 fysiek. Ja, maar ik, denk, ik denk het gevolg zal al zijn dat het alleen maar meer van dat wordt. Want ik ben uh, jullie, jullie klanten ook, lange sales cycles. Ja, die gasten en die vrouwen moeten wel zoiets zijn, want die gasten hier van RoboVision wel vertrouwen. En de Florian, al goed en wel, die sales, al goed en wel. De Jonathan, ik wil niet ook niet zien. Ja, als ik heb hier miljoenen gepompt in een systeem, wil ik hier wel weten: are those men and women legit, ja, 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 ja. trustable? Had dat hier, kan ik keer hierop steunen? En daarvoor wil ik die mensen wel een keer in de fles zien en voelen. Dat, ik denk niet dat je daarmee gaat weg. Jullie gaan wel een keer helemaal in de vliegtuig wow, moeten stappen. Wij, wij, wij zitten inderdaad, uh, waarschijnlijk van alle softwarebedrijven waar ik al voor gewerkt heb, zitten wij faxed fysiek bij klanten. Hè? Omdat je ook wel, natuurlijk, bijna altijd, uh, of het nu over een machine gaat dat, dat verkocht wordt. of... Uh, hey, als we bij een unilaar zoiets doen, dat, dat is dan meer directe klant. Ja, dat gaat altijd over business processen, basically. Hè? Dus uh, die betrouwbaarheid is, is uh, bijna de essentie. It's veel van onze. Allee, we hebben niet zoveel exacte één-op-één concurrenten, maar uh, ik ben er zeker van dat als er een andere concurrent ons platform had en betere performances zou halen. Maar minder betrouwbaar zou zijn, dat die de deals nooit zouden winnen. Is dat? Want betrouwbaarheid zou altijd boven gaan op. Uh, of het moet echt een enorm performantieverschil zijn. Want bij betrouwbaarheid in manufacturing: er zijn heel veel factories die ook 24/7 draaien. met shifts en dergelijke meer. Hè, als, als er iets plat ligt. ja. Dat is unacceptable he? gewoon, dat kost veel meer dan, dan onze licentie kost. Hè? Uh, dus ja, de, de, dat begint allemaal bij, bij betrouwbare. En, en zo beheren wij ook ons, uh, ons productontwikkeling. Het uh, heeft veel meer quality insurance uh, checks en in, in, in processen dan gewoon binnen een start-up ook. Um, want ja, daar draait het allemaal over, uh, move fast and break things. Hè? Uh, en uiteraard proberen wij zeer agile te zijn en heel te innoveren enzovoort, maar wij zijn ook wel heel erg bezig met quality. Uh, dat is echt wel een van onze core brand values. Ook. En, en vandaar dat het ook regelmatig is dat, we, dat, dat jullie regelmatig fysiek... Ja, omdat, uh, die... omdat je relaties moet opbouwen en, en trust uh, tussen je tussen accountmanagers en uh, je ja, klant. Uh, ik denk dat daar, daar begint alles natuurlijk. Ik, ik zeg ook altijd dat, uh, uh, ja, je kunnen het inderdaad awareness noemen, maar ik vind uh, mijn verantwoordelijkheid als marketing is eigenlijk uh, dat eender wie dat, die in ons al kent, voordat er een salesman mee gaat spreken, dat die in ons eigenlijk al zoveel mogelijk vertrouwt nog voordat het eerste gesprek er is eigenlijk. Hè. Dus we uh, moeten niet bezig zijn met een soort trust generation bijna, in een awareness uh, Generation. Het maakt niet uit dat mensen weten wat wij doen. Het maakt uit dat die weten wat wij doen en geloven dat wij de beste zijn, betrouwbaar zijn, uh, dat wij. Hey, een legit partij eigenlijk dat je zegt. Eigenlijk, maar hoe, 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 hoe doe je dat dan? Je kunt toch niet gewoon wat content creëren met een video? We are trustable. En dan zo Smile met een, met een Colgate-tandpasta Ja, er zijn verschillende. Social proof is natuurlijk één ding. Ja, ja. Uh, proberen we moeis, zoveel ja. mogelijk te doen. Maar is niet gemakkelijk. Want heel veel van onze klanten we willen, niet willen zelf je... niet uh, ja, is, ja. dat er geweten is dat ze klant zijn van ons. Want het gaat over innovatie vaak. En dat is ook eerst een competitive advantage enzovoort. Uh, ja, een stuk zit daar natuurlijk in de people, hè, zoals ik dat gezegd uh, Scaling the founder brand, scaling de brand van, van al onze mensen. Uh, we proberen echt, uh, omdat wij dan nog een horizontaal platform zijn, te zeggen: van oké, okay, jij bent de vertical owner van dit en jij van dat enzovoort. En de content die we schrijven en eigenlijk te verspreiden via die mensen. En dat ook echt kwaliteitsvolle uh, educational content te maken. En niet gewoon. Uh, ja, zelf Plops, te hopen he? dat die een keer ja, iets ja. schrijven. Hè, want uh, ik geloof heel hard in, in facilitatie van, uh, van, mijn, van mijn mensen. Hè, van onze salesforce uh, te faciliteren, van het marketing. Uh, want ja, er zijn veel nuances. Hè, iets kwalitatief schrijven, iets betrouwbaars schrijven. Zij hebben natuurlijk de, de subject matter expertise. Hè. Zij weten wat hun uh, mensen willen lezen aan de andere kant. Uh, maar ja, hoe dat je het presenteert, wat je er misschien van imagery of video of iets dergelijks bij doet, ja, dat moet natuurlijk allemaal van ons komen. Uh, als je gewoon maar uh, iets genereert met, uh, met, met dingen, uh, met Dali of zo, dat uh, ja, uh, uh, komt niet altijd even goed over aan de andere kant van de lijn. Eh? Of, of gewoon een stock image uh, erop knalt. Uh, um, ja. Je kunt al, al beter gewoon flat enkel tekst zetten dan. Dus, uh dus er moet ook heel veel ziel in, de, in die content ook zitten. Wel, wel raak kunt... Ja, in de design ook. Ik, ik, het, is, het wordt enorm onderschat, uh, denk ik, door heel veel mensen. En maar er zijn oneindig veel studies over te vinden, over hoe dat design basically de belangrijkste factor is uh, in trust. Uh, ze geven heel veel... Uh, Zoals die studies, waar ze twee websites uh, geven van exact hetzelfde bedrijf met exact dezelfde content. En de ene is een design is gewoon veel mooier dan de andere. Uh, veel mooier, veel moderner, etc En die betrouwbaarheid, die gegeven worden in die service zijn veel hoger. Uh, en, en scammers en zo weten dat ondertussen ook. Uh, ze, zijn, uh, ze maken geen website meer die er scammy uitziet. Want mensen. Denken mooi design, dus het zal geen scam zijn. Ja. Yeah. Uh, uh, want mensen hebben er geld in gestoken om, om die een design helemaal te maken enzovoort. Dus het is. Uh, mm. dus, ik, ik ben een enorme design uh, fan en ik, ik zie dat er heel veel bedrijven zijn die dat altijd outsourcen of mee, mee externen werken. En, maar ik ben heel erg een believer van uh, je moet dat niet helemaal in-house organiseren, maar in-house iemand hebben die je design. Owned, owned. En, en zorgt dat het altijd on-brand is, uh, ja, en er ook feedback over zal wat je de merkt van over het design. Hè. En design moet ook evolueren, hè. niks is statisch meer in, in deze wereld, dus, uh, en dat moet we meenemen. Uh, en, en die design-designer, designster die gaat mm -hmm. ook verder trekken dat in de UX van je product. Uh, we, hebben een apart, we hebben een designer in marketing en, en een apart UX-team, uh, maar die collaboreren wel heel uh, intens, share assets, uh, zitten in dezelfde Figma-brandfolders enzovoort, uh, gebruiken dezelfde kleurenpalet ook, uh, niet, niet in dezelfde verhoudingen uiteraard, want ja, de kleuren die werken erotisch erg in, in, een, in, een, in een software, en uh, niet noodzakelijk... Uh, Error of slecht in, in marketing, right? En dat kan ook meer uh, de kleur van passie en power of zo zijn. Hè? Dus je moet wel de nuances van, uh, van bepaalde zaken meenemen. Hè? Uh, maar het is wel belangrijk dat je, dat je ze close houdt. Uh, en dat nu net eer wordt gezegd, nu, nu zullen we me herinneren ons gesprek in Amsterdam toen we elkaar leerden kennen. Is uh, passie dat is een heel, heel belangrijke driver voor jou? Ja, ik denk. Ja, als er ook iets is dat de growth uh, creëert, dan is het passie. Uh, en uh, ik denk dat, dat uh, de mensen die mij een rol, of dat ze nu uit finance, marketing, sales, whatever, komen. Als er één ding is dat je nodig hebt als je iemand zoals mij aanneemt, is het passie eigenlijk. Uh, dat, dat is de belangrijkste factor. Maar is uh, dat dan ook dat andere alle, je mensen ja, recruteert? En ja, losstaans ja, los, van, van dat, jouw team dat um, andere teams ook? Ik, uh, ik, ik vind dat passie enorm kan compenseren voor ervaring. Uh, en van wat komt dat dan bij jou? Ben je daarmee geboren? Uh, heb je daar een kartje kilo van staan? In, in uh, ik, 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 ik heb zeker een boven, uh, bovengemiddelde hoeveelheid uh, passie en energie voor, uh, ja, voor, voor innovatie en, en, en groei, inderdaad. Al altijd? Uh, uh, altijd al gehad. Uh, maar ik denk wel dat dat een stukje ja, door je opvoeding uh, kan, kan worden aangewakkerd, uh, door, uh, door dat, door dat je uh, Ik denk dat mijn ouders altijd wel uh, de bar hoog gezet hebben bijvoorbeeld. Uh, mijn, mijn organisaties gestoken hebben. Like, sports, uh, 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 sport gaat over winnen, laat ons eerlijk zijn. Uh, niet alleen over deelnemen. Uh, het, het voelt goed om te winnen. Uh, niet goed om te verliezen. En, Heel, dat, die, die, dat, dat weet ik wel, Florian. Uh, maar een scouts bijvoorbeeld, je plant een project, je bouwt uh, een vlot, whatever. Het is, is altijd het, het uh, bereiken van dat objectief. Maar dat is toch wel weer dus, met, samen met andere mensen, he? Was je de voetballer nog geweest, scouts? Ja, maar, maar ik geloof ook, en zeker nu, dat... dat Collaboratie. Samen bereikte altijd veel zwaardere of, of grotere doelstellingen dan alleen. Alleen kun je snel gaan. Het is een boetade, maar alleen kunnen snel gaan. Samen kun je uh, gaat het misschien trager, maar bereikte veel grotere uitkomsten. We zijn ook niet alleen aan de mangan. Uh, maar gewoon alleen aan de manigan, als je heel veel passie hebt in je hele organisatie. Want passie is, er is de, de glue van, van hoe mensen samenwerken. Dat ze vechten voor elkaar enzovoort. En ik denk wel dat je, uh, dat, dat een beetje viraal is. Hè. Dat uh, mijn passie... Uh, dat je mensen aansteekt en ja, besmet. Ja, dat, dat stikt steekt aan en besmet anderen. En zodat die ook gepassioneerd zijn. Want iedereen heeft wel passie in hem. Zeker als hij bezig is met iets dat, dat hem sterk interesseert... of gefascinerend vindt, et cetera... En er zijn ook zeker dingen die, die mij niet passioneren, maar ik moet wel zeggen dat hij uh, een hele kleine hoeveelheid dingen ik is. Ik kan heel gemakkelijk uh, gepassioneerd worden door iets, omdat ik vind dat het belangrijk is om er gepassioneerd door te worden. Dat of de meest uh, verrassende dingen. Uh, omdat, uh, ik, ik, heb hem, ik, ik heb gezegd, ik ben, ben hem verloofd. Uh, mijn, mijn vriendin, uh, of mijn verloofde, heeft uiteraard passies die niet de mijne zijn. Zo zo, hè? ja uh, dingen die dat is misschien uh, ik wil, geen, ik wil geen, geen genderdiscussies of zo beginnen maar maar wat vrouwen, wat vrouwen interesseert is anders dan wat mannen ik ben bijvoorbeeld een, een gamer uh, alleen veel minder dat interesseert haar niet uh, okay. zo hard maar zij wel daar een interesse in genomen omdat ze zien dat ik, dat ik daar gepassio uh, gepassioneerd over ben en uh, nu, nu spelen we af en toe samen, spelen we even uh, de Playstation samen, et cetera. Uh, maar dat is wel nog altijd meer mijn passie dan de haar. En omgekeerd, uh, ik, had bijvoorbeeld, ik ging bijvoorbeeld nooit naar de spa. Uh, ah, ja. ik, heb, ik vond altijd zo, waarom zou ik naar de spa gaan? Uh, ik heb daar een kansje gegeven en nu is dat gegroeid. En nu zou ik daar bijna evenveel een passie van mij vinden als van haar. Uh, mm. Dat ik zelf zelf alleen al de spaar om. Ja ja, 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 ja. En ik denk dat dat wel vaak uh, Ja, dat je. Je moet altijd over een. Zo zeg je dat, in een cliff. Hè? Uh, je zet altijd, altijd. Hoe ouder dat je wordt, de meer biases over dingen. Uh, is dat zo? Ik geloof daar heel hard in dat je. Want ik denk dat dat een beetje evolutionair, biologisch is. Dat je. Uh, ja, dat, dat je eigenlijk probeert algoritmes in je hoofd te hebben om je tijd te optimaliseren. Uh, en, en hoe, hoe, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je jezelf een beetje moet beschermen tegen uh, het feit dat je over alles eigenlijk instant een mening hebt. Uh, want hmm. um, uiteraard is dat goed om een mening te hebben over alles, maar je moet wel openstaan tot, voor, een uh, voor een andere mening. Right? Ja, maar uh, want ik... geen mening hebben. Maar ja, ik, dat ik, leidt ik, ook tot, tot een lack of decision making. Ja, maar ik, uh. ik, ik, denk dat dat, ik vind dat interessant dat je aanhaalt. Uh, met ouder te worden weet ik dat ik het niet weet. Ik weet ja, gewoon voilà. dat ik een aantal dingen geprobeerd heb, sommige zijn gelukt, maar ik heb het meeste geleerd van de dingen die volledig naar de kloten gaan zijn. En, um, maar als gevolg, in combinatie met me door heel jonge mensen te laten omringen die allerlei vragen stellen waar ik al lang geen vragen meer zou rondstellen hebben... Because I'm cutting corners. Ja, dat like is cut wat ik bedoel. Het cutten van corners is iets dat automatisch groeit. Ja, en dat dat je vind ik, bij mensen, en dat zie ik ook dat professioneel. Kijk, bij mensen die al twintig jaar in dezelfde job zitten, dezelfde organisatie en die heel hetzelfde circus trucje doen, en vind ik dat jezelf, en het maakt me daar heel onpopulair mee, dat je van tijd tot tijd de boel moet resetten en ik volledig opnieuw moet beginnen. Um, nieuwe omgeving, ja, nieuwe job. Helpt. Niet en dit en dat. Ik heb niet zeggen elke zes maanden, maar, <laughs> maar, maar zo om de, ja, drie, vier, vijf jaar zo. En ja, ik ik ja, maar Peter, ik ben al vijftig, of wat ja, maar dan nog. En dat houdt mij persoonlijk jong. En ik zie dan anderen dat ik echt zie vastzitten. En dan maak ik een, 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 een brugje naar heel de ai hype die er momenteel bezig is. Ik ben overtuigd dat, um, Vroeger dacht, dacht ik meer in vakjes, in sales, in marketing, in mm -hmm. dit en dat. Nu denk ik eerder in termen van, van skills. Creatief kunnen zijn, goede vragen kunnen stellen, public speaking, etc. Dat zijn allemaal dingen die je kan leren. Um, communicatie, verbinden met elkaar. Um, vooroordelen je hebt, durven in twijfel te rijden. Omstaan voor een andere mening. En wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je, dat je continu in de loop moet komen om continu bij te leren. Ja. Omdat je moet bereid zijn, want degene je denkt, ah ben nou goed, maar dat kan bijvoorbeeld vervangen of geautomatiseerd worden door een of ander AI-ding. In combinatie met um, jonge mensen die, ja, die, die daarin ook gaan in challengen en niet te claimen, oh, dat zijn de juniors, hè, die kennen nog niks maar eerder zo van die vragen serieus nemen denk ik, ah ja, daar had ik eigenlijk nog niet bij bij stilstaan en voor mij werd, werd dat heel verfrissend en dan houdt men eigenlijk heel scherp en ook durf me noem ja ik weet eigenlijk niet dat ik het weet of ik weet dat ik het eigenlijk niet weet ja, voilà, denk dat... en en dus dus vandaar je statement zo ja maar het klopt wel wat hij je zegt dat dat voor het algemeen is maar als je het dan jezelf niet wilt oud voelen moet je dat net dat patroon ja. doorbreken, omdat dat eigenlijk je hersenen continu aan het trainen en, zijn. En communicatie, zoals zegt, is een van de belangrijkste factoren erin. Als je, als je erkent dat je eigenlijk een intuïtie opbouwt over de jaren, en altijd eigenlijk je mening, vooral komt vanuit een intuïtie. En dat ook gewoon uitspreekt, als je mening hebt. van kijk, mijn intuïtief gevoel is dat we hier naar links moeten gaan. Maar dat kan verkeerd zijn. Ja, dan opende de deur voor iedereen in de ruimte om te zeggen: Ja, uw intuïtie is wel om naar links te gaan, maar ik ben toch niet overtuigd. Hè? Terwijl als je gewoon zegt, ja, we moeten naar links gaan, ja, dan kijkt de meeste volk in de ruimte van: ja, Hij is precies wel de meest ervaren, meest wijze in dit onderwerp. Dus we gaan gewoon doen wat hij zegt. Ja, en, en zeker als je, als je dan nog eens titels begint te ja, krijgen, ja, dat dan weet ik veel wat allemaal. Ja ja dan, dan zijn mensen van, oh, Florian heeft het gezegd, dus, dus gaan we gaan dat doen? Ja. En dat is Uiteraard. ook niet goed, hè? Uiteraard is dat niet goed. Nee, 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 het is da nee dat klopt wel wat je zegt. Ik heb dat ook al ervaren, door die titels en door bepaalde, dus een bepaalde energie die je uitstraalt, door dat je senior overkomt. Ja. Ik kan niet zeggen dat je dat bent, maar overkomt. combinatie of zeker van een stuk. Gewoon ja, ja. Zelf zeker. Zelf. het wordt heel erg beloond in de wereld. Hè. Ja. Mensen, die, mensen die confident zijn... Uh, wordt in heel veel organisaties heel erg belond. Ja. Uh, On-aware on misschien, hè, maar die confidence leidt tot, tot misschien een, een, een carrière. Uh, en eigenlijk uh, ja, zorgt dat ook wel ja, dat, dat mensen niet meer je challengen en dan ja. kun je helemaal de verkeerde richting uitlopen voor lang. En dat kan heel duur zijn eigenlijk. Ja, uh. ja ik vind dat, want hetgeen dat je zegt over intuïtie um, vind ik eigenlijk spot-on. Dat, dat vond ik eigenlijk vroeger fluff-intuïtie ja. of buikgevoel. Maar ik merk wel nu dat ik in heel veel verschillende omgevingen kom. Dat, dat is, en ik kom dan kort in een meeting en roep: Ja, Peter, hoe zouden we dat en dat praten? Dat is de context, dat is dat en dat. En ik weet niet, voor een of andere reden schiet mijn intuïtie aan. Ik zeg: Ik dat en dat zou kunnen proberen. En, um, en ik heb dat wel moeten leren om naar mijn intuïtie te luisteren. Want mm -hmm. dat is er eigenlijk al altijd zo geweest. En ik ben overtuigd door de jaren heen aan dat school te gaan, dat ik dat afgeleerd ben. Om altijd uit mijn hoofd te leren denken. Ja, ja. Maar dat is een heel beperkende factor, dat hoofd. Terwijl volgens mij dat de juiste manier, of, of de, 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 de goede manier om ermee om te gaan, als, als homo sapiens, is, is eigenlijk te herkennen van, kijk, je gaat altijd een intuïtieve reactie hebben op dingen. En het beste wat je kunt doen, is die intuïtieve reactie uitspreken en die dan rationaliseren. Ja. In plaats van omgekeerd... Uh, te vertrekken vanuit. Oké, okay, deze is de vraag. We gaan hier een heel fra rationeel framework uh, opzetten. Kunnen ze zeggen: denk ik, deze is de vraag. Intuïtief is deze mijn antwoord. Uh, hoe gaan we dat hier nu rationaliseren? Wat dat het juiste antwoord is, eigenlijk. En daar, daaruit komt soms een ander antwoord. Hè? Uh, dat uw antwoord niet juist is. Maar soms komt er ook heel veel motivatie. En juist een goede uitleg ook naar de rest. En hij kan gedragen worden naar de rest. Uh, maar wat ik merk, is dat veel mensen dan. Veel te veel tijd spenderen in hun eigen bubbel om, om helemaal een presentatie te maken en, en, en het helemaal, helemaal uit te leggen. Hè. En ze wachten eigenlijk veel te lang voor een feedback moment. Hè. Mm. En terwijl het ideaal en eigenlijk iets gewoon om, om zo snel mogelijk, als je overtuigd zijn van je idee en een, een feedback moment te hebben, als oh, je er maar vijf minuten mee bent, in een heel challenge. Omdat je tot eigenlijk in een soort co-creatie komt. Het is oh, die, die co-creatie die zorgt voor dat. Ja, en dan, en dan gaan mensen mee in het proces vanaf dat punt. En dan begint de. Oké, okay, uh, onze, uh, onze, onze volgende vertical waar we op moeten focussen is logistics. Dat is mijn intuïtief gevoel. Wat denk jij daarvan? Ah, oh, ik denk dat ook. Oh, Oké, okay, interessant. Dan gaan we daar samen een keer een uh, paar meetings over zitten om dat uit te werken en, en hoe dat, dat verschilt met wat we nu al aan het doen zijn en, enzovoort enzoverder. Uh, terwijl, uh, als je gewoon twee weken werkt, dan een presentatie erover, uh, je hebt mensen niet meegenomen in je proces. En heel veel van het informatie en heel veel van je denkproces gaf ver, eh, ga verloren, je hebt het niet gedocumenteerd. En moet je dan op het einde, als je komt brengen, ja, toegeven dat je eigenlijk misschien niet meer kunt communiceren. Mensen. Dat vind ik wel het fascinerende ook aan, aan, uh, aan de, de AI-hype. Je hebt eigenlijk een permanente doel om met te interageren, die in ook je context kan onthouden. Hè. Het ziet nog niet op het punt dat het echt goed doet, hè, want uh, ik denk dat we allemaal wel weten dat je zo soms in lange gesprekken zit en ineens it goes all over the place en, en ChatGPT weet niet meer wat dat gewoon doen. Hè. Maar ik zie wel een toekomst waar dat je eigenlijk aan babbelzaad ermee en, en je, je je herinnert aan ja, maar, uh, een jaar geleden dat je zegt en dat klopt nu niet meer wat je nu zegt. Hè, of of uh, dat twee weken geleden in de, de, de dag... Allee, dus onze, onze geheugens zijn niet zo fantastisch, right? En die geheugens die, die kunnen in gesprekken gecapteerd zijn, waardoor dan een AI kan terugkomen naar u en zeggen van... ja, Wel, Onze... Die? Ja. Onze, <coughs> onze heugens worden gekleurd door bepaalde emotionele gebeurtenissen die er... Uh... Ja, recency biases en dat. Ja. Je hebt zo'n zo map van 53 biases, zo. Uh, met zo'n zo map... Ja, als je ze allemaal moet proberen te ontwijken, dat is onmogelijk. Hè? Dat is gewoon een mijnenveld. Because we're human after ja. all. Voilà, dus... Daarmee bezig zijn... Uh, oh, is ook niet de juiste manier, want ze zijn gewoon in paniek de hele tijd. Dan oh, ben je een gebiased bezig. Je moet ook gaan, natuurlijk. Hè? Ik denk dat dat de, de challenge is voor veel mensen. Uh. Hoe, hoe jong ben je, Florian? Ik ben uh, 31 jaar jong. <laughs> <laughs> hij moet, moet, moet zeggen, voor een... Uh, 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 Van de 31 jarigen uit um, <laughs> Allee, kom jij me wel redelijk humble en heel teamplayerachtig over, terwijl voor de titel dat je draagt, zou je wel je, je, een ego hebben waarbij dat de zon uit je hart schijnt. <laughs> oe, 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 oe. Ben je daarmee bezig, voor je een beetje in checktone, dat je niet begint te zweven? Ik, Want het zo, het zo nu, dat, nu soms leek het, lijkt het alsof, alsof de alles, en sommige van je collega's bevestigen dat ook, die hype, dat alles wat je raakt, goud wordt. met uh, een overdreven? Ik he. Persoonlijk of yeah. Hey, yeah. Oh, yeah. Uh, Dat vind ik een te groot compliment. Uh, ik denk, <laughs> ik, denk uh, ik, ik kies eerder dingen uh, waar ik van geloof dat ze, dat ze op het punt staan om goud te worden, zijn, of, of niet erkend worden als goud al. Uh, ik, ik manoeuvreer me op de juiste plekken. Uh, het is niet dat ik de, de reden ben dat Bovison uh, nu succesvol is. Hey, well, that, that, uh, maar you you well downplay, nee? nu zit het wel aan het downplayen. Nu weet ik dat het downplayen is. Er is ergens een balans. Er zit wel een deel, ik weet dat deel ik iets, uh, een de deel. Ja, ik denk dat je dat energetisch iets toevoegt aan heel ja. dat nest. Okay, ja, ik, ik, en, ik kies projecten die, al, die, die, een poten, die, een, die een potentieel hebben en waar ik een meerwaarde aan kan bieden. Hè? Altijd zo. Waar oh, ik dat een duidelijk potentieel heb en waar ik een meerwaarde aan kan bieden. Hè? Ik geloof in dat potentieel en ik kom iets op de table brengen. Natuurlijk, ja, uh, ik zou ook bij Google kunnen gaan werken, dat al goud is. Uh, maar daar zie ik mijn meerwaarde niet, want sta uh, staan op een totaal andere fase. Hè? Uh, dus ja, het, dus het, uh, RoboVision is nog... Niet zo heel groot, terwijl als je daar iets doet, kan die impact wel instrumentaal zijn. Ja, voilà. dus ik, 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 kies ook, ik wil ook niet werken voor megacorporates. Uh, ik, ik heb de, de, de start-up journey geprobeerd als, als founder zelf. Ja, dat net zo, niet alles is super gelukt. Ja, dat is zeker niet gelukt. Uh, Alleen, ik ben uiteindelijk uh, heb ik maar een soft exit gedaan, hè, dat ik uh, dat ik mijn broek niet aan gescheurd heb, maar... Uh, maar wil dat wel zeggen, dat was een leuke ervaring. Ik heb, I learned a lot of things. Dat was de, de meerwaarde van die ervaring. En uh. wat wil, wil dat dan zijn voor jezelf? Dat je zoiets hebt, ja, CEO, founder-ding, dat is niet mijn ding. Ik ben meer alleen, iemand die als er iemand een heel goed idee heeft, voor dat naar de next level te brengen? Um, of is dat zwart-wit? Dat dus misschien zwart-wit. Ik zou, ik zou niet gemakkelijk opnieuw iets oprichten, omdat ik nu de ervaring gehad heb. Hè? Dus de, de meerwaarde zou dan al niet meer zijn om het in de, in de ervaring een keer mee te maken en van nul te gaan. Uh, maar, dus en nu ik zou er echt in moeten geloven: van dit is echt een top idee dat niemand aan doen is. En moet dat van mij komen? Eigenlijk liever niet. Ik, ik, ik heb eigenlijk een inherent distrust in mijn eigen ideeën. Uh, hey, voor, voor bedrijven op te richten bedoel ik dat. Niet voor een marketingstrategie te doen, bijvoorbeeld. Of nee, zo. natuurlijk. Maar in, in, uh, mijn, ik heb constant ideeën. Hè? Ik, bedoel, dus, uh, ik ben gestopt met ze bij te houden. Uh, omdat gewoon je hebt een pijn of een frustratie in je persoonlijke leven. Ik denk dat twee derde van mijn ideeën zijn ook B2C-type ideeën. Uh, iets wat ik ook niemand recommend om te doen. Want dat is nog meerdere Malen moeilijker dan een B2B-bedrijf oprichten. Uh, ja, de, 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 de frustraties die je hebt, elke dag kunnen proberen oplossen met een bedrijf er rond te bouwen, maar je biased jezelf heel snel met alle challenges niet meer te willen zien, die er ja. zijn om dat bedrijf succesvol te maken, enzovoort. En je denkt dat het maar puur uh, een zak geld nodig is en, en andere mensen vinden die je willen helpen, maar het is... Het is uh, Elke dag zoveel duizend challenges uitvinden voordat je op een punt zit waar je eigenlijk. Ze noemen dat in Silicon Valley Default Alive. Hè, hè, dat je eigenlijk uh, met geld dat je nog hebt. Uh, tot profitability kunt geraken. Uh, hè, door rekening. een mix van je groeien. Hè, voilà, dus, uh, en ik denk... Uh, ja, dat is een, een hele uh, zware journey. En, en ook een all-consuming journey, uh, een founder-journey. Want je moet... Uh, je, je, je dat er niet meer voor over nu? Je kunt dat moeilijk combineren met een familieleven. Ja, is, uh, het, het, het zet pressure op alles. Want dat is gevoel uh, die je aan het werk voor elke werknemer die je voor je werkt. Uh, en een droom kan heel snel een nachtmerrie worden, denk ik. Uh, voor, voor mensen. Dus... Uh, ja, ik, zou, ik, zou het, ik zou het opnieuw doen als ik iemand tegenkom uh, die echt een top top idee heeft en ik het gevoel heb van wij zijn heel compatibel samen. Uh, wij gaan samen door het vuur gaan en het past binnen mijn persoonlijke leven. Uh, maar dan, dan zou dat eerder zijn binnen 15 jaar of zo, als ik, als ik kinderen heb die, die uh, al, al wat ouder zijn enzovoort enzoverder. Uh, dan denk ik... Het is ofwel voordat je kinderen krijgt, ofwel... Als ze wat dagelijks zijn, maar niet. Well, ik had uh, Ludwig Dumont van Willow uh, een paar weken geleden op gesprek. En die had uh, de CEO, founder van, ja, van Willow dus. En die kwam terug van San Francisco. En ik geloof, was bij zijn tweede kindje, bij de geboorte, was die geld aan het ophalen. En hij zei: Van ja. Plus, die kerel is dan ook nog een keer zo uh, zot tussen haakjes om dan een keer om vier uur om vijf uur zo op te staan om nog een marathon te halen. Ja. Okay. Dat is ook nog zo van dat toestand. Ja. Het kennen, de vooral zijn, zijn, zijn legio, hè. in een vak. Ik, uh, ik, 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 ja. ik, ik heb geleerd, maar dat is mijn persoonlijke ervaring, als je, en nu gaan we diep gaan, dat je de wheel of life hebt, met je verschillende domeinen, je gezin, je emoties, ja. je geld, je, je sociaal leven, je gezondheid, etc. Als je dat allemaal... Je passies, je purpose, whatever je het wil noemen als je dat allemaal op een ding zet, een cirkel, en je heeft al een score van 10, is dat by definition. Als je in één ding extreem uitmunt, en dat kan je erop inzet, verlies je heel vaak op heel veel andere um, um, domeinen. mij ga je niet vertellen, hij hoort dat vaak bij die Olympische kampioen die getraind hebben. Vrouw man. Uh, of bijvoorbeeld eh, The Cold Place, uh, ja. de, de, die ze hele dagen van hun rekot. Ja, ik zal ook een keer een jaartje willen meedoen met die gasten. Hè. Ik zou, zou direct meegaan, maar mijn vrouw zegt, en, en neem Jules mee, en we zijn weg voor een jaar. <laughs> en, um, maar voor dat heel de tijd te doen, um, je ziet dan ook die documentaires op tv, hoe die gasten leven. Uh, ik ben geen voetbalfan, maar ik kan die documentaires zien van Beckham. Ja. ja, ik vond uh, dat uh, niks vroeger, die kerel. Ik kreeg respect te creëren voor de bagger dat hij heeft moeten verdragen mentaal. <laughs> dat ik denk van ja... Weet je wel, je het wel een beetje geld. alleen een beetje veel geld. Maar... En toch zie je daar dat je dient in te boeten op die andere domein naar je leven. Ja, de realiteit is dat er maar 24 uur in de dag is. Hè, en je kunt, maar, uh, je kunt het maar allokeren. Uh, je en, dus, keer, hè, dus... en dus keer. Ja, en dus is de... Is, is voor mij het, 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 het geheim, een beetje balans tussen alle zonen, en, en plus ook wat ik wel geleerd heb, is dat ik geloof niet meer in, en ik moet wel zeggen, ik kan soms nogal weten waar ik het wel doe, heel veel werk en al, maar er is een limiet aan de creativiteit dat kan trekken uit de mens, en door heel veel uren te trekken, en niet te veel te slapen, en niet voor je leven te zorgen, ga je het zeker niet stimuleren. Ja, maar ik denk ook wel dat, dat whatever your goal is in life, uh, als je niet zorgt erachter voor jezelf, en dat is, dat is zowel uw, uw lichaam als uw mentale welzijn, ja, dan gaat dat nergens succesvol in zijn. Nog privé, nog uh, uh, als artiest, nog als, als ondernemer, cetera. Dus dat kunnen nooit onder een bepaald niveau steken. En ik denk dat er heel veel dat wel doen, omdat ze ja, je 24 uur, je ze wel 12 uur aan het werkje. Je denkt, zou ik nou naar de fitness gaan? Oké, nou, heb ik nog twee uur nodig. Ja, je offert die twee uur in de fitness op, maar eigenlijk ja, had je dat niet moeten doen, want je, hey, you hit a wall at some point. Ja. Uh, en, en, en zelf, if you don't hit a wall, gewoon die, die continue onderhoud maakt je productiever op andere momenten. Dus you're fooling yourself. Hè. Dus de volgende dag heb je 16 uur nodig en de volgende dag 17 uur nodig. En, 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 en zelf, wall, die, die je op een moment is ze zelf niet meer aan het slapen. Dus, uh, ik denk dat er heel veel mensen in die trap vallen. Um, ja, vandaar dat ik heel het hustle-verhaaltje... Dat, dat, dat klinkt allemaal heel cool, maar dat is het vooral niet. Maar ik denk dat het hustle vooral ook gewoon niet gaat over, over te veel uren werken. Het gaat over... Uh, Slimme dingen doen, uh, sluwe dingen doen, dingen die anders zijn dan, dan andere mensen dan proberen zijn, maar, durven. Ja, maar dat is wel weer, uh, dat is al, dat is weer het goede. Maar voor mij, de grinding. De grind is uiteraard real als as early stage founder. Uh, ja, maar dat is, en dat is goed voor bepaalde perioden. Dat moet je. Ja. Er is niks verkeerd met pieken en, en dat moeten doen. Maar continu? Continu is, is, uh, is niet houdbaar gewoon. Um, en ik denk dat je, dat je er zelf ook wel goed tegen kunt beschermen als je dat wilt, zelf in de zwaarste periodes. Um, maar het is veel gemakkelijker om als je mensen hebt in je leven die je ermee helpen. Dus uh, dat is, denk ik denk dat de essentie van heel veel um, amazing journeys achteraf zijn dat, dat mensen ook wel steunen en leunen op anderen uh, en, en daar wordt niet zo vaak over gesproken ook niet. bedoel uh, ja, je dan re romantische relaties? Niet alleen, ja, vrienden, uh, romantische relaties, inderdaad. Uh, ja, de, de, maar ook bijvoorbeeld je kunt sport ook als een soort steun zien uh, die die u inderdaad uh, een uur tijd in andere uren productiviteit geeft. In uh, productiviteit is ook niet alleen werk Als jij door dat uur werk, eigenlijk een mentale rust hebt, waardoor dat je in, in gesprekken met anderen veel rustiger, beredeneerder overkomt, een betere onderhandeling kunt doen, etcetera. Creatief. Ja, je outcome is ook beter, gewoon. Het gaat over outcomes uiteindelijk. Dus je kunt dezelfde uren werken, maar meer bereiken. Je kunt effectiever zijn. Ik vind dat, dat vind ik eigenlijk het beste woord: dat is effectiever beter dan, zijn. Dan, ja, in plaats van um, efficiënt, hè? ja ik, ik ben liever effectief dan efficiënt. Nee, ik, uh, ik bedoel als je ik als salesman bijvoorbeeld als je vijf sales in, uh, deals in je pipeline hebt uh, en één van die deals heeft de een, een outsized probability om om te worden, kun je beter uw tijd in die deal steken, no matter the size van al die andere deals, terwijl dat er uh, heel veel salesmensen eerder zullen ...achter yep. de grootste deal lopen. Uh, en... ...misschien is dat geen grote deal... ...maar het feit dat je closed... ...geeft je ook weer een win. Geeft, uh, geeft u momentum. Uh, en... ...ja, yeah, it's one of the... ...ik ben zelf ingenieur ook. Uh, als er één concept is... ...dat ik fantastisch vind in de fysica... ...dan is het inertie en, en, en momentum. Because <laughs> somehow... ...there are forces in the world... that just Compound and are, are unstoppable, right? En uh, het zijn die dingen die je voor jezelf moet vinden. Uh, hoe kun je zelf op zo'n wave, die je een stukje gebouwd hebt, een stukje uh, misschien mee op, op gaan surfen, omdat het al is, en die wave kan ook andere mensen zijn, eh? uh, die, die je aan boord haalt in je bedrijf voordat je mee instapt, omdat je zegt wat fantastische mensen, die, die, die is een ideeën, die zijn energie, uh, et cetera. Uh, ja. Dat is de manier om, 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 om succesvol te zijn. Hè? Dat je dat, dat dat investeert in je wave en zorgt dat die niet stopt. Ja. Want hem terug opbouwen elke keer is, is, is veel vermoeiender en uiteindelijk heb je er veel minder bereikt. Hè? Dus, uh, is, hey, het is natuurlijk een simpele analogie, maar... Ik denk wel dat, dat er heel veel mensen die, die lens niet genoeg nemen. Ja. Wat, ik, wat ik heel fascinerend vind, en een enorm verschil met heel veel andere mensen dat ik spreek, is dat er zijn heel veel mensen die een enorm probleem hebben met personal branding, die dat vies vinden, dat dat populair is op LinkedIn of whatever mm. platform. Maar jij vindt dat cruciaal voor gelijk wie die er customer facing is. Noem het, noem het uit, omdat dat weer past in die trust opbouwen. Ja, ja ik ben... Uh, ja, dit, uiteraard ben ik het eens met de criticasters. Ook dat, dat personal branding een enorm moeilijke lijn is om te, om te wandelen tussen authenticiteit en, en goedkope. Uh, ja. Goedkope advertising die niet meer overkomt, alsof het u is, natuurlijk. Dus het is een heel moeilijke lijn om te bewandelen, maar ik, ik uh, geloof dat we alleen maar meer naar een wereld gaan waarbij um, het enige waar mensen nog vertrouwen is, andere mensen right? en heel bedreven. De Company brands zijn heel moeilijk om betrouwbaar te krijgen, super fragiel, maar niet uit hoe groot dat je zei: um, er moet maar eens iets in het nieuws komen, ook al is het niet waar zelf. Uh, K uh, krijg het maar eens uit tenminste in hun hoofd. Hè? Uh, dat is de reden waarom Nike, de woorden Nike eruit gehaald heeft en enkel nog dat logo. -tje. Enkel nog de swoosh. Ja. Is, da is dat de reden? Ja, dat is omdat ze... Allee, dat ik heb me laten weten dat dat associeerd werd met die, dat die schoenen gemaakt werden in sweatshops daar ergens, 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 ergens achter daar. Hè? Ja. Ja, dus dat is bewust de keuze. Daar, uh... Het is ook gewoon niet persoonlijk, een company brand. En een personal brand zal altijd, zal altijd beter werken, want mensen kopen van mensen en, en iconiseren ook al sinds de dawn of time mensen. Hey, Waar is, is het, is het uh, succes van Elon Musk, zijn personal brand? uiteindelijk. Het, het bedrijf is het minste... Ah, Tesla een van de bedrijven die het minste ooit aan advertising gespendeerd heeft. En oké, okay, hij gaat het nu wel doen, omdat ja, ja. hij oud is. Echt, ja, en zijn echt... personal brand is ook, is, is ook enorm... Uh, gezakt in, 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 uh, uh, personal brands zijn ook fragile, dat is ook heel duidelijk gezakt, is te zien uh. hoe hij dat meet, zeker hè? ik bedoel, had hij daar al langs die uitspraken deed daar, gepolariseerd uh, eh, in eh? ieder geval ja, ja, ja dat is dus, het hij uh, dus deed uitspraak deed over, go fuck yourself en dan met de lancering van de Cybertruck, waarbij dat hij een Porsche laat voortrekken <laughs> tegen, een, tegen een Porsche ja, dat zijn zo van die dingen dat ik denk ja, ik vind het slimme von. ik kan er niet aan doen, ik vind het creatief um, en ik krijg heel hard het gevoel dat er daar niks van strategie achter zit. Uh, nee, ik denk ook dat hij heel hard gewoon zichzelf is en daardoor af en toe hits heeft en af en toe extreme misses heeft. Uh, ja, dat, dat is het logische, het logische gevolg daarvan. Uh. Want dat is het wel, hè. Kijk dan naar, naar Musk, naar, naar, naar Steve Jobs. Um, oh. Al die gasten en die vrouwen die zo wat iets polariserends hebben, die heel sterk en authentiek zijn, whatever dat dat wil betekenen, ja... Toch is, spreekt dat ergens... Ik weet niet. Spreekt dat... You hate it or you love it. Ja, ja, ja. En ik denk dat dat vooral dat is. Als het gerezen is, is het zo... Mooi. Ja, ik denk dat... Ik denk dat dat zijn allemaal mensen die, die uh, effectief zeggen van... Uh, I have an opinion about everything. It can be wrong, but I have an opinion about everything. Terwijl er heel veel mensen zijn die zeggen... Well, marketing, dat is niet mijn dat. Finance, oh, daar ken ik niks van. Cijfertjes, oeh. Terwijl dat... Over alles, over alles kun jij iets leren. Zo. Over alles kun je de basis leren. Over alles kun je dat intuïtief algoritme in je hoofd leren. Want uiteindelijk zijn ja, allemaal fancy woorden. Maar marketing is ook maar gewoon hoe schaal ik een verhaal naar heel veel mensen. Uh, allee. <laughs> direct, direct, ik vind verder nu interessant uit dat, dat zegt. Het zijn allemaal fancy woorden. Ik heb er nu sport van gemaakt. Ik uh, leerde verleden week op een boekenlancering van de Elke van Parijs het woord purple fart. Ken je dat woord? <laughs> Nooit gehoord, Ja, ik ken dat, dat ook niet. Purple fart, dat is het woord. Um, dat is eigenlijk gewoon een synoniem voor alles wat mijn hele fancy-pancy woorden. Eh? Die eigenlijk, eh, digital transformation, zo so, al van, de, van die een fluff. Um, en dan noemen ze een purple fart. En ik koppel dat dan aan het boek van Carmino Gallo, De Bezos Effect. En dat gaat over de chef. Hè. Ja, ik heb niet het nog dat niet hem... gelezen, het dat staat ah, op mijn lijst. Dat is een superboek. Dat is eigenlijk, basically, ja, ze nemen dat de voorbeelden van de brieven, door al 20, 30 jaar, van de chef Bezos van Amazon, hoe dat hij als shareholder schrijft en al, en dat is elk woord, en elke zinsconstructie, is dat gewekt te gewegen. Mm -hmm. Dus hoe dat hij met die werkwoorden werd, hoe dat hij uh, hoe dat de taal gericht is naar een twaalfjarige. En I'm on a quest for simplification. Dus hoe kan ik de dingen zo simpel mogelijk uitleggen? En ik challenge dan ook heel veel ondernemers en onderneemsters daarin. van... Ja, maar stop de keer in met je event-driven event architecture bazaar toestanden. Allee, what the hell? zeg dat ik eens simpel. En dat is. Dat is en, ik vind dat uh, een enorme. Mensen kijken er een beetje op neer. Maar ik heb zoiets van: ja, weet je wel tegen de purple fart, want en het was een ander CEO die me dan langs zei die een, een, een exit had gemaakt met zijn start-up en die zei, ik dat is misschien niet waar maar het blijft wel, dat is mijn opinie ja. elke elk bedrijf die mijn woorden afkomt wat ik echt niet van versta <laughs> purple fart, zal ik het maar noemen dat is een nice to have product als je het niet simpel kan uitleggen ja. zegt hij dan ga je heel veel meetings in die mensen super interessant vinden, maar gaan ze een letter kopen van je. En ik ben akkoord met hem. En ik weet het, het is niet grijs, maar. En ik denk dat, dat we dat. Daar... Hij ziet dat ook in de UX-beweging. Hij spree ja, ja, ja. spreekt nu over Tesla. Ja, ik heb sinds kort rekening gehouden mee. dat. Ja, dat was uit noodzaak, want die, die verkopers van de Audi waren pokken arrogant. Ja, en ik dacht van fuck you. Um, en dus ik heb dat niet gekocht van... Ik, ik ben gewoon om de overkant van de straat gegaan. Er stond dan een Tesla-garage. Ik dacht, maar een ik die koffer zien? Kan ik dan die gitaar Ja, tof. Hoe... Ik weet niet wat dat hier... Ik wist niet eens hoe dat dat werkt. Ik weet niet hoe dat... dat, dat die, die stekker... Ik wist niks. Ik heb dat gewoon gekocht. En ik moet wel één ding zeggen. Ja, dat dat qua UX... Man, man. It just works, hè. It just works. Maar dat ding vertelt me de maandag. Ren ik kom Ik kom s'avonds ah, ja. op met een auto. Dat zegt, Rena Deense. Ah, daar dient dat. Die, die weet dat gewoon allemaal. Ja, ik zou zelfs zeggen. Het gaat veren. it it, does, it doesn't just work. It delights. die car... Ik, ik krijg zelf ook mee een... Uh, ja, ik vind dat niet vergelijkbaar met, met een andere auto. Uh, de prioriteiten... Maar nu ben je wel met een andere auto, hè? Ja, ja, ik ben met een andere auto nu. Uh, de, de auto zit in de garage, de Tesla, maar de, de, dat is die van mijn vrouw. Uh, en, en, ik dacht uh, dat, en ik dacht dat dat kwam doordat je zo'n freak was, ik zei, ja. nee, 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 nee. Ja, ik vind het ook een schone auto, maar uh, ik zou zelf uh, niet direct een Mini kopen. Ik uh, vind dat eigenlijk uh, dat daar de design... Of de... Ja, ik noemde dat zelfs design. Zo het, het, het mooie zijn in de weg zit van sommige dingen, omdat het mooier is. Hè? Het zijn, oh, dat moet rond zijn, hè, dat scherm. Dus we maken dat rond. Dat is beslist. Of dat dat werkt voor, voor, voor de gebruiker, it, we don't care. Hè? Dat is zo... Uh, ik weet niet hoe je dat die mens noemt, die een designer van Mini. Uh, hij stond er ergens op, uh, op de zijkant. een heel bekende naam. Ja. Uh, yeah. He just pushes his will on the, on the manufacturer and, and says, I want it to look like this, right? Um, terwijl uit de cultuur bij Tesla denk ik is het moet mooi zijn, maar niet, uh, geen enkele decision mag in de weg staan van, ja, praktisch. Ja. En dan hebben ze natuurlijk ook nog het principe van, ja, het moet ook nog logisch zijn qua kost, right? Uh, ja, want dat is, het, ik zie die auto staan en dan denk ik, ja, maar voor die prijs van die auto, heb ik wel een Tesla. Ja, ja. All ja. Ja, maar Tesla, Tesla gaat ga, ga heel vaak dingen niet doen die traditioneel wel gedaan worden als ze vinden dat het kost niet rationeel is. En dat, dat is iets wel dat heel veel auto vergeten zijn omdat zo iedereen doet, dus moeten wij het ook doen. Uh, Oké, okay, ze hebben dat dan een stuk opgelost met, met hun optiesystemen, maar ja, iedereen. Die nee, ik maar... ken, vind een auto kopen een verschrikkelijke ervaring. Nou, dat is ook zo. Uh, want ja, oh, je ja, hebt hier 65 opties. En oh, ja, sommige dingen in een pakket. En sommige dingen niet compatibel ja. met elkaar. Ja. Nou, Hij had een Tesla. Het is dat, ja, oh, je hebt vier opties. En ja, dat is het. Uh, ja, dat is het. Oh, die niet nodig, En dan kun je anders achteraf nog veel ja. softer bijkomen. Oh, dat is het. Ja, moet je een trackhack hebben? Nee. Ah ja, mijn zender. Ja. Dat is het. En, en, moet hem rood, geel of blauw hebben? Ja, ja, dat was het. Uh, dat je ziet, je ja, je inderdaad, ja. dat was het. Ja, ja dat is. Het. En ik denk uh, ja, dat dat uh, wel... Ja, de... Win against uh, others also, because it's a different reality. We zitten in een andere... Een andere generatie ook. En... en uh, ik geloof eigenlijk niet zo erg in het concept van generaties, want ik heb het gevoel dat generaties elkaar beïnvloeden. Ik, 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 de, ik, ik, de, de, de jonge niet. generatie is, is misschien anders op bepaalde vlakken, maar eigenlijk... Wat is ja, maar ik zie mijn ouders enorm Wat? veranderen. Door mijn, door mijn invloed. En omgekeerd ben ik ook geshaped door hun invloed. Right? Maar ja, allee, het is te zien hoe macro of micro dat je er naartoe kijkt naar die generaties. Ik, 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 ten eerste, dat, dat bestaat niet dat een generatie per definitie leu is of dit of dat. Hij he, heeft geen boomers, hij heeft Gen Xers, hij <laughs> heeft luie uh, millennialers en hij heeft geen luie Gen -Zers. De mensen waar ik mee samengewerkt heb, me in zijn zin hier terug, intuïtief, passie. Die wel allemaal impact maken. Zijn er dan bepaalde verschillen dat ze geleerd hebben van onze generaties? Dat ze zoiets zijn. Denkt hij dat ik zo zot ga zijn. voor hier 140 uur per dag te gaan werken. en mijn hart te gaan verliezen? Ja, weet je. Ja, oké. Okay. En dat zij iets meer gericht zijn op instant gratification. Ja, het is niet moeilijk. Heel de wereld is anders. Ja, Heel de wereld draait erop. Ja, nee, ja. Bedoel, ja. En, maar wat dan te zijn dat zij anders zijn? Nee, want zij, ik, dat, dat, geloof, dat geloof ik niet. Maar het is eerder. ...aan de ouderen die vastgeroest zijn... ...en bepaalde conditionering... ...die ze door die bril kijken naar die, naar die jongeren... En ...dat ik denk van... ...nee, nee... ...want, allez, dat is dan heel grappig... Uh, ...zoals dat je weet bij het muzikant... ...al die jongeren... Hey, ...they love the 80s die, die, yeah. ...die vinden het de max om Bon Jovi mee te schreeuwen... ...terwijl ik dacht van ja, dat is, dat is hier oude muziek... ...maar dat is niet zo... Dus die, die wel ja, eigenlijk hetzelfde. Het gaat vaak over een observatie van vroeger was het anders. Niet vroeger was het beter, maar toch hebben ze kritiek vanuit vroeger was het anders. van, ah, vroeger moest ik. Uh, als ik aan een job begon. Ja, dan, dan had je niet te kiezen. moest je gewoon echt werken en jezelf bewijzen. Dat is altijd altijd de commentaar. Ja. Oké, okay, misschien deel dat vroeger ook soms wel. Ik ben ik ben <laughs> opgegroeid met ja, veiligheid, veiligheid, zekerheid. Eh, Post-war, eh, parents. Eh. Eh, ja. maak ik even bij de Belgen dan een, werk, of, eh. <laughs> eh, een leraar Ik had dan een start-up, ze zo werden zotoren. zot -oorn. En, en, en nu vind ik dat het veel belangrijker is, wat zei talenten, we zitten ook met een onderwijssysteem, het is, kun je wiskunde of taal. en als je dat niet kan, ja, fuck it. Hè. En ja, terwijl dat, dat, dat er nu meer, ja, door digitalisering en technologie, dat mensen wel meer vrijheid kunnen krijgen als ze willen, um, om te leren, maar dat gaat het al vaak verkeerd, want ze willen niet bijleren, ze willen nog altijd teren op hetgeen dat ze twintig jaar... Kennen, en omdat dat dan goed was, denk ik ja, hallo. Ja, maar bedoel, de, enige, de enige nuttige skill voor de toekomst, uh, is, is flexibiliteit hebben als persoon om te leren en te veranderen. Dus als er geen ding is dat technologie en AI in general uh, ja, zal maken tot de belangrijkste eigenschap die je hebt als mens om ja, nuttig en employable te zijn, uh, is eigenlijk gewoon je ability om bij te leren continu. Dus dat, de, dat is toch goed? Dat is de essentie, denk ik. Uh, en, dus ja. en, en het is dan aan jou ja, om te beseffen dat je dat wilt. Ja, nee, ik, ik, ik geloof... Maar ik snap wel dat mensen dat angst, angstig maakt. Hè. Dat is, het het is zou veel simpeler zijn als je je hele leven o, wat bedoel je, het hetzelfde ding. Ding. kunt doen. Uh, ja, o, nee, dat je o, moet veranderen uh, en niet gewoon de hele tijd hetzelfde kunt doen. Maar ja, voor mij zijn, dat ja. wat, zijn er nog twee aparte dingen. Zijn dat het veranderen, dat mensen daar bang van zijn, dat snap ik. Aan de andere kant, leren, dat is iets dat... Nee, ik bedoel, voor mij zijn er maar twee snelheden. Kijk naar de natuur, een boom... Die groeit naar de, zon, naar de zon. Honderden jaren die groeit om te groeien. Dat is een job, groeien. Punt. En als een boom niet groeit, vervalt hij en gaat hem dood. En dat is van de mensen ook zo. Maar er zit zoiets in ons die denkt: Ja, maar ze 25, we moeten niet meer leren. Ja, maar dat is, dat is cultuur. Dat is, uh, er, is cultuur? Een, er zit een zitten bij een enorm cultuurprobleem in het wisten. Uh, je moet maar eens naar andere landen kijken. Waar, uh, uh, zeker in Azië en zo. Leren, onderwijs. Uh, ja, excellentie uh, veel meer op een cultureel niveau wordt gecelebrate ja, ge eigenlijk. Uh, hey, Doordat zelfs ze nu zien dat de social media en zo, eigenlijk andere. Dus die algoritmes die leren welke subset van de bevolking wat willen zien. En uh, die, die serveren wel degelijk andere content in andere landen. Uh, en ja, ze zeggen dan dat dat ligt aan. Ja, Omdat er mogelijk mensen de algoritme zitten manipuleren. Ja, dat is niet zo waarschijnlijk. In de praktijk is dat gewoon dat we de culturen andere dingen prioriteren en via de culturen mensen opvoeden van die dingen belangrijk te vinden. Hè? Elkaar te entertainen op TikTok in plaats van uh, te ja. celebreren dat iemand succesvol is in, in uh, zijn afstuderen of zo. Hè? In Korea ging er zo'n filmpje viral waar iemand zijn hoedje in de lucht gooide bij uh, een afstudering op een Amerikaanse universiteit en dat dan zo'n 10.000 likes ja, is. Minder li hey, hier gaat er iets met 10.000 likes zijn: dat er iemand uh, van een trap valt en dat is grappig. Ja. of zo. Hey. Ja, maar, <laughs> ik kan u een keer een, 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 een feit vertellen, Florian, die er totaal niet toe doet en die totaal waardeloos is, maar het is echt wel waar om te staan hoe dat. Dat we cultureel anders geprogrammeerd zijn. Ik wist dat niet. Toen ik muziek ging gaan studeren toen ik 32 was. Dus die kerel schreef, hij schreef nog altijd voor IMI. En, en die vertelde me dat, dat cd's, allee, of muziek. Die wordt hermixed naar de cultuur. Mm -hmm. wat, dat, wat dat wil zeggen? Cool. Bijvoorbeeld, dus als ze een cd uitbrengen van, van Tina Turner, kan u maar het wat zeggen. Hè? Dan in Europa, in vergelijking met Japan en Japan en in Amerika worden er veel minder bassen en veel meer hoge tonen ingemixt dan in Europa. Dat en dat is... heeft te maken met de cultuur. Ja. Oh. ja. En dat is, dat is iets... Uh, maar weet je dat ook wel van de chocola, van de, de Coca-Cola, dat dat ook die smaken ook lokaal worden aangepast aan de cultuur? Hè? Ja, 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 ja. Dat, dat, in, in Brazilië, dat ik in Brazilië ook geleerd heb. In Brazilië heb ik ook geleerd dat ze dat veel meer ja, gewend zijn voor dat zoetere smaak ja. bijvoorbeeld hier. Dus dat... dat ja, dus... Ja, dus dat, dat ik wordt... vind dat een fascinerend onderwerp waar ik heel weinig over weet. Eigenlijk, ik ben uh, proberen wat boeken over te, te lezen en zo, maar cultuur is eigenlijk veranderbaar. Hm. Eigenlijk wel ja, over een generatie, hè, maar eigenlijk ja, heel vastgerust. Op, in een sens, en, en, en gaat mee en, en gaat soms ja evolueert soms echt in een slechte richting voor je maatschappij, eigenlijk. Hè. En het uh, is een fascinerend onderwerp. En ja, natuurlijk, vanuit de marketing- zelfs vind ik dat ook een heel interessant onderwerp, natuurlijk. Want hoe dat je dat dan aanpakt om te marketen, afhankelijk van in welk land dat je zit, is, is uh, jezelf zegt, er zijn tal van voorbeelden waar je je aanpak aanpast aan de cultuur. Hè. Zit, uh, je zit dan al heel hard in de neuroscience, hè? Ja, ja. dat is uh, filosofie ook een stukje, uh, psychologie, uh, het, het, het zijn zo wat domeinen die samenkomen. Hè. Want niemand kent ook goed zeggen wat, wat is cultuur eigenlijk, uh, hoe, hoe werkt dat juist? Uh, Buiten dat je wel uh, schismogenees, vind ik een heel interessant uh, concept. Hè. Dat is een uh, concept dat ik onlangs geleerd heb van hoe, hoe ontstaan en evolueer je culturen eigenlijk vooral door het botsen met andere culturen. Uh, en, en de mensen... schismo noemt hij. Dus uh, schismo Dat is eigenlijk het concept uh, waarbij dat ze eigenlijk ja, proberen te begrijpen yo, waarom zitten we nu op dit punt? Eh? Waarom zijn er welke culturen? Eh, en dat, uh, je, je, je hebt van die interessante voorbeelden waarbij dat ze eigenlijk uh, stammen hebben gevonden in, uh, in, um, in Noord-Amerika, waar de ene stam... Uh, bijvoorbeeld, uh, geen vis eet. Eh, uh, ik zeg ze maar iets. En de andere, en de andere stam eet alleen maar vis. Eh. Uh, en dat evolueert eigenlijk, uh, omdat je, ja, de ene komt de andere tegen en, en, wat, en, en zoekt wat is er nu essentieel verschillend is. Eh, wat doe jij nu totaal anders dan mij? En, en soms zijn dat maar heel kleine dingen. En uh, om dan zijn eigen identiteit uit te vergroten, gaan ze het ding waar dat ze het meest in verschillen nog meer doen. Ja. Om, om dan te kunnen zeggen: van ja. Oh, God zitten er geen divisie eten en wij niet. Uh, en en je, je ziet dat in, in, in oh, microculturen in, in je eigen space ook wel uh, groeien eigenlijk. Uh, het is echt een fascinerend concept eigenlijk. Dat, ja, ook bijvoorbeeld: hè, de ene stam uh, had slaven, de andere niet. Uh, en waarom was dat? Omdat op een bepaald moment uh, had er de ene misschien dat concept wel, uh, en de andere had dat ook, maar in veel mindere mate, en is dan beginnen te zeggen, nou, eigenlijk is dat, uh, ja, mag dat niet, hè? slaven, dat is slecht, en uh, is dan dat niet beginnen doen. Hè? Hmm. En, en, uh, ja. en neemt dan een moreel ethisch standpunt in, van wij zijn een beter volk als jullie, want uh, wij hebben geen slaven, ja, wat uh, natuurlijk iedereen het over eens is nu, hè, maar, maar ook wij, wij zijn een moreel-ethischer volk, want wij eten geen vis. Is, is uh, een raar concept, right? Eh, of wij zijn een superieur volk, want wij eten geen vis. Hè? Of wij zijn een superieure cultuur. Hè? En, en dus ja, de, 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 er is een hele ja, uitleg voor, want mensen willen eigenlijk. Uh, verschil, uh, willen zich kunnen investeren. aan basis van verschillen van een ander. Ja, wel, dat, dat is heel het tribe-ding, dat tribe-ding ja, is. Dat, tribe een, ding is, is hey, uh, dat is heel, in De voetbalploeg met bepaalde kleuren, hè, die, die anders zijn dan de andere. om ergens te kunnen toebehoren, hè? Uh, ja. En al een tijd weten niet meer wat dat de basis is. van bepaalde, uh, ja, gebruiken. en in, in, in culturele verschillen, uh, die. die dat je hoog houdt, uh, want je hoort het eigenlijk. lang niet meer van worden. dat komt, natuurlijk, hè. Nee, en, en natuurlijk omdat de wereld volledig open gegaan is. Ja, jouw accent, weet je. Ja. Da, 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 we da, met dat we vlekken, met mijn met mijn accent. <laughs> dat onze wieg ergens anders staat in. Dat gezegd zijnde, kan het wel zijn doordat wij in een bepaalde wereld werken. Wat we toch elkaar vinden. Dat wij, alle twee onbewust beslissen. Dat accent is minder van belangrijk. Maar gaan wij onze eigen tribe gaan opzoeken. Door bijvoorbeeld de Tribe of Passions. Dat kan het maar gaan noemen. Ja. Hè? Zie je? En, dat is dan, en je dat... hebt ook een dubbel effect. Want de. The... Mensen zijn heel slecht in eigenlijk... Mensen willen kunnen andere mensen in hokjes steken. En je krijgt eigenlijk een loop. Want dat ene volk begint dat andere volk eigenlijk te identificeren. Ah ja, dat zijn die mannen die graag vies eten. En dat is nog het enige wat telt. Eigenlijk dat mensen zeggen... Wat weten we over Limburgers? Omdat die graag fly eten of zo. Dat is nog het enige. Dat zou je eens zeggen, dat Antwerpen naar en dikke nek hebben naar west Ja, van dikke nek hebben, ja, he, maar... ja, was, was vlaming een spraakgebrek? Maar dus dat eh... iedereen dat begint te zeggen, en als is het ding. Dat da wordt dat het ding en mensen lean into it even. Is dat, dat... Ter terwijl dat dat compleet een BS is. Dat is allemaal BS natuurlijk. Om omdat ja, dat, ja. Dat, dat dat is niet zo zwart-wit. Nee, je hebt dikke nekken overal. Je ja. mensen die vlaaien overal, het is dat? Uh, en overal en enzovoort. Ja. Uh, ja, het is dus dat hey, dat. Groepsidentiteit is een illusie uiteraard. Ja. Dat, Laatste vraag, want ik had het aan mijn zongen ja. al. Um, want ik heb het gevoel dat we de podcast van 10 uur kunnen opnemen. <laughs> ik zal eh. nog eens terugkomen. Ja, het, dat is... Is dat. Um, het zijn eigenlijk twee vragen in één. Moet je RoboVision en de, 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 de ventures ervoor opnieuw doen? Wat is, RoboVision, wat is het grootste inzicht dat je, dat je daar geleerd hebt? Dat je in, omdat dat een heel specifieke context is, dat je geen enkel ander. Um, Venture hebt tegengekomen. En de tweede vraag is... Je 18-jarige zelf, de 18 Florian... <laughs> en die vraagt advies aan jou. Wat zou je zeggen tegen hem? Ja, ik... het, het antwoord is hetzelfde bij beiden, eigenlijk. Uh, dat focus het allerbelangrijkste element is van succes. En dat ik tegelijk een persoon ben die gepassioneerd is door alles... En gemakkelijk afgeleid ben. Uh, en, uh, dus focus behouden... Mijn grootste challenges, en ik merk als ik rond mij kijk dat dat bij de meeste mensen eigenlijk een groot probleem is. Uh, terwijl dat, dat wel een essentieel ingrediënt is van succesvol te zijn. Als je niet kiest, dan verlies je eigenlijk automatisch, uh, omdat je ja, je resources als mens uh, verdeelt. Over, over te veel dingen. Uh, ja, maar toch weer over die inertie, over dat effect. Een stukje, een stukje die inertie, maar, maar, maar het, is, het is breder dan dat. Want uh, en en bij, de reden dat ik zeg dat, bij, bij, dat dat ook mijn grootste inzicht is bij RoboVision, is omdat RoboVision um, is een horizontaal platform is. Right? Uh, terwijl bijvoorbeeld Deliveract, eh, waar ik ervoor werkte, die hebben een oplossing voor restaurants. Right? Dus by definition hebben al focus gecreëerd op hun op doelgroep. Terwijl je bij RoboVision eigenlijk... Uh, ja, oké, okay, als je een zak hebt van 200 miljoen euro of zo... Dan kunnen iedereen in de wereld zeggen... Hé, hey, wij zijn RoboVision, right? Maar die netten niet. Uh, dus je resources zijn beperkt. En als je resources beperkt is Is je enige conclusie dat je kunt nemen... Oké, okay, wat ga ik eerst doen? En niet, wat ga ik uh, tegelijk doen in het ene meer? Want veel mensen denken... Focus is, ah oh, ik zit 50% van mijn resources op iets te steken... En de andere 50% op al de rest. Dus ik ben gefocust. Nee, nee, gewoon 100% voor één ding... En je zorgt dat dat het belangrijkste ding is waar je het meest in gelooft. Right? Uh, en dan doen een tweede ding in parallel, omdat je meer resources hebt. Hè? Omdat je een tweede mens zit of uh, iets dergelijks. Hè? Bijvoorbeeld als je een marketingteam hebt. Uh, ja, je begint altijd klein en je groeit altijd naar boven. En de enige manier dat die mensen meer kunnen doen, is eigenlijk uh, door mensen bij aan te nemen. Eigenlijk. Dat, dat is eigenlijk de essentie. Dus... Uh, wat ik veel mensen zie doen, is in plaats van te zeggen oh, we gaan meer doen, uh, is met dezelfde mensen meer te proberen doen, waardoor dat ze eigenlijk moeten keuzes maken van oké, okay, uh, we gaan dan uh, normaal gezien spendeer ik elke maandag aan Facebook ads ofzo, oh, kunnen we dat niet doen aan de helft van een, uh, de, uh, enkel de voormiddag, en dan ga ik in de naam iets anders doen. Dus ze beginnen eigenlijk te knabbelen aan andere dingen, die succesvol zijn uh, vaak, om dat extra ding te doen en ja, Overal, dan overal uitkom je dat je minder effectief zijn. En ik denk dat dat uh, niet alleen voor marketing is, voor, voor alle jobs uh, kan ik heel gemakkelijk zeggen van ja, zijn jullie gefocust genoeg? Nou ah, wel. Schrijf je de tien dingen op die dat uw prioriteit zijn vandaag en challenge zelf eens om er maar twee te kiezen die echt, echt de belangrijkste zijn. Hij zegt dat van jezelf. Kan daar moeite mee hoe oh, zorg je ervoor dat hij focus blijft? Ja, constant kritisch zijn op je eigen verdeling van wat er nu eigenlijk gedaan is met mijn dag. Uh, ik, ik, ik divergeer altijd van focus. Dat, dat is altijd uh, dat is een essentiële trend, denk ik. Dat je, je kiest iets, je ze committed en dan life happens. <laughs> en je begint gedistracted te, te raken, en dan moet je echt een moment nemen dat je zegt: van Oké, okay, wat ben ik nu allemaal aan het doen? Oké, okay, kill, kill it again. Hey, of kill or delegate. Hey, dat zijn de twee opties. Kill or delegate. Dat zeg ik altijd tegen mijn eigen mensen ook. Van, uh, als je het gevoel hebt dat je het veel aan het doen zit, tegelijk. Kill or delegate. En als je het niet weet, kom naar mij en I'll help you kill or delegate. Uh, hey, bijvoorbeeld, een salesman, als je 15 deals in zijn pipeline heeft en je weet, ik kan eigenlijk maar 5 deals kwalitatief managen. Ja, ja. Ja? Which 10 are you going to kill or delegate? En, en heel veel mensen doen dat niet. Want, oh, hun target systeem is zo opgezet dat ze geen deals erin afgeven aan een ander. Of, of uh, ja, ze, ze hebben heel wat deals waar dat ze eigenlijk ja, een keer de kwalificatie van gedaan hebben. Maar eigenlijk klopt dat toch niet meer echt. Uh, et of ze dromen. Of ze dromen. zichzelf. Pipe fiction. Uh, pipe, pipe fiction. fiction. Uh, dus, het is, uh, ik zeg het altijd. Hoe dat, hoe dat focus eruit ziet voor u. Als persoon en voor u als bedrijf is het een van de belangrijkste dingen om, om een framework aan te bouwen. Eigenlijk. En, ik ben er volledig mee akkoord. En soms is het goed om te zeggen: ik heb een nieuw idee nodig of een oplossing voor een bepaald probleem. Dan voor mij, is de oplossing een focus. Ja. ja. Dat is echt creatief. Ergens in een bos Go Of uh, als sporten of whatever. Spreek niet met iemand tefdig in je niet kind. Ja. Uh, en echt als we iets totaal anders doen en zo, pff, het het geen doel en op één keer komt het antwoord naar je toe. Ja. Dat is uh, dat, daar kan ik helemaal mee meespreken. Soms moeten uh, echt gewoon compleet defocussen en, en zelfs soms een beetje chaos creëren. Ja. Uh, en er zijn heel toffe exercises en ze ook voor. Uh, ik heb wel mee goede mensen samengewerkt ook die dat zo intiem in verband en zo begeleiden wat echt tof is. Uh, en daar komen altijd gigantisch goede dingen uit. Ja. En ik denk zelfs gewoon dat je dat structureel moet inplannen, die dingen, om, ja. om dat echt te doen. Uh, ik probeer dat ook te doen door, door dingen te vinden buiten het werk ik ben het ja. deel van Rubicon bijvoorbeeld uh, ik weet niet wat hij iets zegt jij u, de Matthias uh, uh, En uh, 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 Matthias Lambreuwaa ja Matthias Lambreuwaa um, en Stefan Bonte en Stefan Bonte uh, ook uh, een vriend van mij al lang lang uh, ja en dat is eigenlijk uh, een vast moment dat ik elke maand heb waar de andere mensen over hun problemen bezig zijn uh, in een closed circle uh, in een vertrouwelijke groep. Oh, allemaal verschillende bedrijven. En gewoon ermee bezig zijn. Uh, en die, en die, die helpen, et cetera. In, in groep. Ja, je creëert reflectie op je eigen dingen, natuurlijk. Hè. Uh, Zeker omdat de context helemaal anders is. En ik vind dat super interessant. En dus er zijn er super veel parallellen in, vaak. Met je ja. eigen, ja. ja. eigen leven, je ja. eigen bestand. Ja. Dus ja, dat is. Ja, en zelf al, hey, zelf al geen probleem om zelf een keer op tafel te gooien, dan leerde je eigenlijk ja, gewoon ja, dat is dat, van te luisteren naar de rest. Ik uh, dus, denk, daar, daar heb ik echt er nu, nu twee jaar en een half lid van. Uh, ja, daarvoor deed ik dat ook op een andere manier, maar veel minder georganiseerd. En ik vind dat een heel tof concept, want die hebben eigenlijk iets wat ik zelf moest georganiseerd krijgen, on autopilot gemaakt. Ja, ja, ja. I, I just have to show up. Ja. Right? Ja. Uh, ja. But, uh, mijn advies ook is over veel dingen. Als je merkt dat je zelf niet goed bent in, in routines of discipline te bouwen om bepaalde dingen te doen, en gelijk bijvoorbeeld sporten. Uh, heel veel mensen die ik ken, klagen erover. Ja. Ik heb gewoon een bepaald moment een personal trainer uh, gepakt en gezegd. Ik uh, kan elke week komen. En, en, ja. Je moet komen, je hebt een afspraak, je betaalt ervoor. Uh, het kost als je, als je, als je, als je niet komt. En dat kun je volgens mij vinden voor heel veel dingen. Uh, je kunt dat vinden vanuit je partner ook, die je nu accountable kan maken. Uh, ja, ik denk dat, 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 dat is de essentie van, van hoe dat je gefocust blijft. Iemand die accountable maakt, op ze nog gefocust Jawel. Als je dat niet kunt voor je eigen, dat systeem maken. Als je ik ben, ik ben altijd. Als ik nu eens reflecteer ik de laatste drie maanden gedaan heb en ik zou opnieuw denken dat ik eigenlijk. Misschien 10% van mijn tijdstoken en alles wat ik gedaan heb, en 90% die totaal iets anders. Ja, dan is een probleem en dan moet je eigenlijk iemand vinden die die, die, die spiegel voor Het, he. ja. het is dan mee de juf. van mij nu een spiegel voor als mijn zoon daar wenend had staan. wat had nog mee? Ah, te laten komen. Florian, ah, dat gaan we vermijden. Dankjewel, dank super fijn om naar hier te rijden en voor het, voor het topgesprek. Ik heb er echt enorm van genoten. Dank je. Het mag zeker nog eens. Dankjewel om te luisteren naar nou, weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review die je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.